De derde stevensloop was met het Nederlands kampioenschap halve marathon en snelle tijden op alle afstanden een bijzondere editie. Ondanks de harde wind kwam er veel publiek naar het Nijmegen Centrum om de lopers aan te moedigen. Druk was het ook bij de mini-stevensloop met bijna 500 deelnemende kinderen. Ook ruim 50 leerlingen van de Sint Maartenschool liepen mee. Gewoon rustig aan. Ik had ervoor een beetje griep. Maar ja, je hebt ingeschreven, dus je doet gewoon mee. Hè? Ja. En ik ben bijna 80, dus ik doe in ieder geval mijn best. Het geheim is gewoon fit blijven en meedoen en vooral ervan genieten. Vooral genieten ervan. Het was best wel pittig eigenlijk. Er zitten toch wel een paar vieze klimmetjes in. Maar ik heb wel heel lekker gelopen. Ik denk dat je gewoon altijd moet blijven bewegen. Dan voel je je lekker fit en dan kan je toch meer dan dat je denkt. En dan heb je er ook plezier in. Ja, we hebben. Dat was wel de bedoeling, maar ik denk dat we 2 of 3 keer samen hebben gelopen. En toen dacht ik, nou, het lukt hem wel. Ik had genoeg aan mezelf. Ja, het is hartstikke knap. Ik ben ook heel trots op hem dat hem dat lukt. Een beetje joggen en op het laatste een sprintje trekken. Ja, als ik aan de start sta en dan in Nijmegen, dan wil ik ook als eerste bij de finish zijn. Dus dan ben je wel extra gemotiveerd om hard te lopen. Veel bekenden hier langs de kant en dit is echt wel genieten. En eigenlijk loop je hier met kippenvel dat laatste stuk door de stad. Dit is heel mooi. Ja, ik loop volgende week in Venlo, een half marathon. En daar wil ik echt hard lopen. En vond ik leuk om deze week en goed om nog even een snelheidsprikkel op de 5 kilometer te doen.